Welkom bij alweer een vlog van de Academie voor de Rechtspraktijk. Ik wil het met u hebben over de rally. Vorige keer heb ik gezegd dat we die gaan organiseren. Dat gaan we ook doen. Maar ik kan u nu meedelen dat maandag de nieuwe website live is. En dat u ook zich kunt in gaan schrijven. Wij hebben in ieder geval ons al ingeschreven met 2 auto's. Want wij willen deze rally die we zelf organiseren ook winnen. Maar ik hoop uiteraard dat u met velen gaat inschrijven. Zodat we veel geld kunnen ophalen voor deze sympathieke stichting. Een ander project waar we druk mee bezig zijn en waar we gisteren een groen licht hebben mogen ontvangen, dat is een fotoshoot in het museum, Escher in het Paleis. Daar gaan we met de crème de la crème op het gebied van het erfrecht gaan we foto's maken voor het nieuwe tijdschrift Magna Carta Leading Lawyers Erfrecht. Dat doen we voor de stichting Magna Carta Advocaten. Dat is een stichting waarin alleen partners member zijn. Die echt gespecialiseerd zijn op het gebied van arbeidsrecht en erfrecht. Kijk even naar die website, dan ziet u wie daar allemaal partner van zijn. Verder hebben we gisteren de afronding gehad van de werkcolleges ondernemersrecht met Jeroen Prinsen en Piotr Boeren. Wij hebben deze serie afgerond met een hele leuke borrel met warme hapjes in onze nieuwe pub, de Magna Carta Pub at the Castle. Dat is een pub waarin we leuke borrels gaan organiseren voor de leergangen en voor alle andere mensen die tijdens onze cursussen een borrel willen nuttigen. Frank, kom maar even bij. Ik wil even voorstellen aan Frank, de regisseur van onze webinars. Frank, je bent druk bezig met de webinars van professor Zwenne. Privacyrecht gaat hij organiseren. Waarom ben je daar zo druk mee bezig? Professor Zwenne die gebruikt animaties in zijn PowerPoint. En dit hebben we niet standaard in ons pakket zitten. Nu moet ik met onze online aanbieder moeten samen gaan kijken om een oplossing te vinden. Die hebben we gevonden. Het duurt alleen eventjes om die oplossing om het op te lossen. Dus, ja, nou, maar dus donderdag komt professor Zwenne hier naar Kasteel Waardenburg voor zijn college privacy. Ja. Maar ik heb ook gezien dat er veel meer webinars zijn privacy. Ja, we hebben die dag zes webinars van een uur aan privacyrecht. Dus met andere woorden, Privacy at the Castle op donderdag, 6 uur lang, allemaal webinars over privacy. Ja. Frank, jongen, ga snel terug. Ga zorgen dat professor Zwenne hier goed kan worden ontvangen en dat de webinars een groot succes zijn. Als laatste wil ik opmerken, ik ga direct onderweg naar Amsterdam, naar Loyens Loef. Daar heeft een vergadering plaats van de Vereniging voor Arbitragerecht. Daar zal onder meer professor Hartkamp een lezing geven. Ik hoop wel dat die lezing iets meer informatie geeft, iets meer vernieuwend is dan de vorige lezing die professor Hartkamp gaf. Want dat was niet heel erg vernieuwend. Tot de volgende vlog.